Vanavond in De Slag om Brussel een titanenstrijd over een gevoelig thema. Bolkestein, Bot en Van Rossum over misschien wel het belangrijkste onderwerp van dit moment. Moet Nederland meer macht overdragen aan Brussel? En tenslotte Maarten Van Rossum. Ooit was hij eurosceptisch, maar in Amerika werd hij Europeaan. Ik ben in Amerika tot het Europeaan zijn bekeerd. Volgens mij was het in de Ramada 1 in Rockford, Illinois. En dieper kun je eigenlijk niet zinken in Amerika. En daar zat ik te kijken naar CNN. Daar reed een bejaarde, nogal rammelende tram reed door zo'n oude Europese stad. Ik moet het niet te mooi maken natuurlijk, maar ik kreeg een zekere zin tranen in mijn ogen. Ik denk, Jezus, Europa. Ik zit hier in dat Rockford, dit godvergeten oord midden op de prairie. Wat is Europa toch geweldig eigenlijk. Waar heb je dan zulke steden als Praag of Amsterdam? Nergens op de wereld bestaan zulke steden. Nergens op de wereld zit je zo fijn op terrassen als in Europa. Nergens zit je zo fijn op een terras als in Europa. Maar met alleen een biertje los je de zaken niet op. Wat te denken van de crisis? Hebben we daar Europa niet voor nodig? Daar zijn onze kemphanen het niet over eens. Bolkestein vindt dat er nu wel genoeg macht is overgedragen aan Brussel. Ben Bot vindt een sterker Europa onvermijdelijk, maar betreurt het broze draagvlak. Van Rossum vindt een sterker Europa zelfs noodzakelijk. Zeker ook om de crisis te keren. We zitten nu met de eurocrisis. Die eurocrisis maakt het noodzakelijk om het integratieproces in ieder geval in financieel-economische zin versneld voor te zetten. Want het zit er niet in dat we die euro gaan ontvlechten. De ontvlechting is veel duurder dan het redden van de euro. De enige uitweg tegen deze Europese economische crisis is verdergaande integratie. Ja, nou, ik geloof er niks van. Ik bedoel, dus de economische crisis moet op nationaal niveau worden opgelost. Waarbij we natuurlijk wel steun kunnen geven aan de zuidelijke lidstaten. Maar het is niet juist om te denken dat als we nou eenmaal bijvoorbeeld een federaal belastingstelsel hebben, belastingintegratie of zo, dat dan de zaak sneller zou worden opgelost. Dus ik geloof dat niet. Ik denk dat we onvermijdelijk toegaan, als we tenminste de euro willen redden, naar een systeem waarbij er wel degelijk meer toezicht komt vanuit Brussel op wat lidstaten dus ook financieel kunnen doen. En dat betekent dat je natuurlijk aan de essentie van de soevereiniteit komt. Dan geef je natuurlijk een heel essentieel deel van je soevereiniteit op. Dat was overigens ook wel een beetje de opzet volgens mij van de mensen die de euro opgezet hebben. Die hebben ook wel gedacht van, nou ja, we gaan dat doen. En dat ontbreekt natuurlijk, het politieke fundament ontbreekt onder die euro. Maar dan zullen situaties ontstaan waarin we dat politieke fundament kunnen creëren. Of misschien zelfs gedwongen zullen zijn om dat te creëren. En het is vrij amusant te constateren hoezeer ze daarin gelijk hebben gekregen. Misschien nog wel meer dan ze ooit gedacht hebben. Heel veel mensen briezen van woede, omdat ze dit vinden ze nou precies de arrogantie van de bestuurder. Van, nou, ze zetten de Europese burger voor een voldongen feit door ze die euro op te dringen. Is dit nou niet het democratisch tekort waar mensen terecht zich over opwinden? Nee, waarom? Ons parlement is er gewoon mee akkoord gegaan. Die lulkoek dat het ondemocratisch besloten zou zijn. We zijn er met z'n allen ervoor gegaan, toch? Het Nederlandse parlement heeft toch een ruime meerderheid daartoe besloten. Dat is toch volkomen democratisch. De Nederlandse bevolking was tot 10 jaar geleden een warm voorstander van de Europese Unie en zelfs van verdere federalisering. En toen, ja, sinds die tijd hebben we de opkomst van al die rare kermisgasten gehad. Die in het algemeen gedaan hebben aan enorm valse voorlichting ter zake. Super. Populistische politici. Ja, zo is het. De superstaat in Brussel. Nee, maar als die vragen toch leven bij de bevolking, dan moet je dat toch serieus nemen. Ja, maar dan mag ik wel van de bevolking vragen dat ook de bevolking de feiten serieus neemt. En dat doet de bevolking dus niet. Ja, maar als mensen u zo horen praten, dan zullen de haren hun te bergen reizen. Dat hoop ik, ja. Ik hoop altijd dat als ik praat, dat de haren hen te bergen reizen. Het is niet mijn taak om het naar de zin te maken. Te zeggen, wat zijn we toch een fijn landje. We moeten eigenlijk zorgen dat we een heel groot waddeneiland worden. Sinds Zwarte Maandag is het enthousiasme voor de Europese Federatie behoorlijk geluwd. Het ideaal van één Europa werd in de ijskast gezet.
Allereerst moest vooral de handel worden gestimuleerd. En nogmaals, ik denk dat de kardinale fout gelegen is in het feit dat we te veel lidstaten te snel hebben toegelaten. Daar ben ik het overigens niet mee eens. Je moet in de politiek altijd het ijzer smeden als het heet is. Als je de kans hebt om iets te verwezenlijken, dan moet je het doen. Het is een beetje Helmoet Kool in de late herfst van 89. En Kool dacht van, Jezus, ik moet het nu doen. Stel voor dat die Gorbachev verdwijnt. Stel voor dat ze zich bedenken in Moskou en ze draaien de klok terug. En wat dan? Und wenn Sie in diesen Monaten gerufen haben, wir sind ein Volk, dann haben Sie das zum Ausdruck gebracht, was wir alle in Deutschland gemeinsam empfinden. Wir sind ein Volk. En hij heeft het gedaan en dat heeft enorm veel moeite gekost allemaal. Maar hij had groot gelijk natuurlijk. Je moet, politiek gesproken, moet je handelen als de kans daar is. Wat zei Bismarck ook weer, als de geschiedenis voorbij trekt, moet je op zijn jas springen. En zo met de geschiedenis meereizen. En niet alsmaar van, oei, zouden we dat wel moeten doen? En hoe denkt daar de modale kiezer in heer Hugo Waard over? En zijn ze in Venlo wel akkoord? En dat, nee, natuurlijk. Je moet handelen als de mogelijkheid daartoe bestaat. Zoals Helmoet Kool de historische kans zag om Duitsland te herenigen, zo zien sommigen nu, dankzij de eurocrisis, de mogelijkheid om Europa verder te federaliseren. Maar wat is een federatie precies? Wat is een federatie? Nou, ik heb twee mogelijke constructies. Je hebt een bondstaat. Dat is bijvoorbeeld het huidige Duitsland. Het is een bondstaat. Dat bestaat uit een aantal länders, zoals dat heet. En die hebben eigen taken, met name op punt van infrastructuur en onderwijs en allerlei andere zaken. En daarboven is het federale gezag van Duitsland, wat in Berlijn zetelt. Maar nogmaals, die länder hebben van alles en nog wat te vertellen. En dat zo is Amerika ook georganiseerd. Dat is ook een bondstaat. En dan heb je een statenbond. Dat zijn en blijven dan soevereine staten die aaneengesloten zijn, maar met elkaar afspreken dat ze specifieke taken gezamenlijk zullen ondernemen. Je kunt nu in Europa aan een bankenunie denken, hè, dat idee. Maar goed, we zijn natuurlijk al een heel eind, als je dan het woord federaal per se wil gebruiken. Ik bedoel, in vele opzichten zijn we gefederaliseerder misschien nog wel dan Zwitserland. Waar de individuele kantons gigantische bevoegdheden hebben gehouden. De Europese Unie kent zeker federale kenmerken. Bijvoorbeeld de Commissie zelf. Dat is een federale instantie. Europees Parlement. Het Hof van Justitie. Dat zijn allemaal federale instanties. Maar dat maakt de Europese Unie nog niet tot federatie. Dat gaat natuurlijk verder. Het wonderlijke van de EU is natuurlijk dat het eigenlijk niks is. Of dat het iets is wat van overal wel een beetje op lijkt. Het is een klein beetje een bondstaat, maar het is ook eigenlijk een beetje een statenbond. We broddelen door, zo is het. Had u niet een zuster die zo'n broddellapje deed? Dat werd steeds groter en groter. En tenslotte dacht je toch, wat is best een vrolijke sjaal geworden. We hadden het mooier kunnen doen als we een breimachine hadden gebruikt, maar dat is niet de werkelijkheid. En als je dan het plakkertje confederatie op wil plakken, vind ik het best. Maar dat roept allerlei associaties op. Dat maakt bange mensen. En je moet op het ogenblik geen bange Europeanen hebben. Waarom worden mensen eigenlijk zo bang van dat woord? Oude mensen worden bang omdat in ieder land men denkt dat zij het beste systeem hebben. Nederland denkt dat wij het beste pensioenstelsel hebben. Dat we de beste zorg hebben, het beste onderwijs en noem maar op. En wij denken, en we denken altijd aan het slechtste land, dat als we dat opgeven, dat we onvermijdelijk in een soort Spaanse of Griekse of Portugese of Franse toestand terechtkomen. Nou, dat nooit. Daar hebben wij toch al die jaren voor gespaard. Onze pensioenen liggen in het ABP en al die andere mooie fondsen. Als je dat opgeeft, nou, dan ben je dat geld kwijt. Dat gaat naar al die schurkenstaten in het zuiden. En wij moeten extra toeleggen. Nou, dat is op het ogenblik de redenering van bepaalde wat meer populistisch getinte partijen. Die zeggen pas op, als je die kant uitgaat, ben je je poen kwijt. Maar vanwege dat soort populistische geluiden durft u het woord federatie of confederatie precies, liever niet in de mond te nemen? Dat gebruik ik liever niet en ik zeg altijd wat grotere centralisering. Maar ik wil even toe naar hoe zo'n federatie er dan, ja, hoe die democratisch georganiseerd zou kunnen worden. Ik wil het woord federatie dus tegen iedere prijs vermijden, want dat schrikt iedereen geweldig af. Een Europese federatie, dat willen we allemaal niet. Dat is verschrikkelijk eng.
Nou ja, allemaal is in dit geval een wat wilde generalisatie, zou ik zeggen. Want ik bijvoorbeeld ben niet tegen een federale structuur in Europa. Dat zal volgende week niet gerealiseerd worden. Maar... U bent niet tegen de Europese superstaat? Ik begrijp ook helemaal niet waarom u het superstaat noemt. Want de bevoegdheden kunnen in principe vrij beperkt blijven. Neem Nederland. Nederland kan zelf beslissen over zijn gezondheidszorg en zijn onderwijssysteem en zijn sociale zorg en de hoogte van de bijstand en van alles en nog wat. Er pleit tegen dat er geen Europees volk is, geen Europese taal, geen Europees wetstelsel, behalve dan de richtlijnen van de commissie, geen Europese openbare mening. Dus de basisvoorwaarden om een Europese federatie te vormen ontbreken. En daarom zullen wij nooit een federatie worden zoals dat in Duitsland of in Amerika of in Brazilië het geval is. En ja, je kunt dat betreuren of niet, maar zo is het in feitelijk. En daarom moeten we ophouden om te praten over een Europese federatie. Feitelijk is het verschil tussen Denemarken en Sicilië kleiner dan het verschil tussen Alabama en Connecticut. Op het punt van de taalkwestie natuurlijk is het een illusie om te denken dat overal in Amerika dezelfde voor iedereen verstaanbare variant van het Amerikaanse Engels wordt gesproken. Dat is helemaal niet waar. Nee, hoezo? Nee, zwarte bewoners van de zuidelijke staten, daar verstaat u geen woord van. U kunt verdedigen dat de culturele verscheidenheid in Europa vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten. Ga kijken in Vermont. En dan gaat u, als u in Vermont bent geweest, doet u een zwarte lap voor de ogen. En dan reist u naar Mississippi en daar gaat u ook rondlopen. Nou, u zal zweren dat u in Latijns-Amerika terecht bent gekomen. Of erger nog, hè. In een derde wereldland. En Vermont is een paradijs op aarde. De Verenigde Staten van Amerika bewijzen dat het kan. Een democratische federatie. Maar hoe democratisch is Europa eigenlijk? Eurocritici zeggen, nou, we worden bestuurd vanuit Brussel door ongekozen bureaucraten. Wat vindt u van die kritiek? Nou, daar zit veel waars in. Want laat ik beginnen met het Europarlement. Het Europarlement leeft nog steeds in een federale fantasie en weerspiegelt daarmee niet de wensen van de burgers. Wat dat betreft zou ik zeggen, er is een gebrekkige controle en dus ook een democratisch deficit. Verder is het inderdaad zo dat iemand als Van Rompuy gekozen is door de hoofden van de lidstaten. De ministers-president en de Franse president hebben hem gekozen. Hij is niet ontworpen aan een stemming. En wat je natuurlijk merkt van een federatie, gesteld dat Europa een federatie zou worden met een federatief bestuur aan de top, ja, dan zou je waarschijnlijk een soort president moeten kiezen. Dat zou waarschijnlijk wel noodzakelijk zijn. We hebben nu Van Rompuy en ik moet zeggen, wel een sympathieke man. Ik heb de indruk dat hij zijn vak verstaat. Hij leest wel zijn gedicht, kom er maar eens voor. Maar wat zou er in Nederland verdwijnen als de federatiestaat er komt? Nou, volgens mij zou er niks verdwijnen, er zou iets bijkomen. En wat erbij komt is dat we Europese verkiezingen krijgen over zaken die er werkelijk toe doen. Dat we een echt Europarlement zouden kiezen, dat ook echt... Nee? Ik ben helemaal voor het Europees Parlement, laat daar geen enkel misverstand over staan. Maar ik zie dat mensen, het spreekt niet tot de mensen. Ik wil het Europees Parlement dus niet uitschakelen, want ik geef toe, dat is een belangrijke instelling, doe ongelooflijk veel goed werk, niemand heeft het in de gaten, maar... Ze zijn de medebeslissers. Hè? Alleen, wat hebben de mensen het gevoel? Het Europees Parlement is een club die is alleen maar voor nog meer regels en voor nog meer uitgeven. Hè? Dus die jongens, die kan je niet helemaal vertrouwen. Het Europarlement is totaal legitiem, want het is volgens de regels verkozen. Maar het is niet langer representatief, want het wil andere zaken dan de gemiddelde burger. Maar is er dan niet de burger aanzet om dan andere partijen... Absoluut, ja. Absoluut. Maar het punt is dat... Men om in het Europarlement te komen, moet men concurreren met anderen. En hoe concurreert men? Door zich zo Europees mogelijk voor te stellen. Dus die concurrentie tussen kandidaten voor het Europarlement betekent dat de een nog Europeeser is dan de ander. En dan gaat men naar Straatsburg en past zich dan aan de cultuur daar. En die cultuur is, hoe meer Europa, des te beter. En daarom wil ik zeggen, het zou goed zijn als dat gevoel nou eenmaal bestaat. Dan moet je dus weer meer gaan kijken naar de echte democratische controle. En de burger in ieder land heeft nou eenmaal het meeste vertrouwen in zijn eigen parlement. Nou, dan moet je daarop inspelen.
zijn onze ministers die met een mandaat van hun eigen parlement daar naartoe gaan. En alles wat ik zeg is dat het parlement dus ook een beetje beter of nog beter moet opletten. Wat spoken ze eruit? Daar krijgt die minister een mandaat voor. Die gaat naar Brussel, onderhandelt, komt terug in dat parlement en zegt van jongens, ik heb dat en dat gedaan. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er niet veel. Dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dat zijn hamerpunten bij wijze van spreken. De eigen nationale parlementen die pakken eigenlijk niet de macht die ze hebben. Die pakken niet de macht die ze willen hebben. En op de tweede plaats, ze vinden het moeilijk en vervelend. De onderwerpen, want dan moet je je in allerlei technische dingen verdiepen. Op de derde plaats hebben ze het gevoel dat de gemiddelde burger in het land dat eigenlijk ook niet erg interessant vindt. Je kan beter uitzetting van een illegaal of een brandje in Heerenveen praten. Snappen ze het eigenlijk wel? Nou, dan kan je ze uitleggen. Ik bedoel, het zijn allemaal hele slimme mensen die daar zitten. Echt waar? Natuurlijk gaan we vanuit, ja, 150 briljante lieden die onze belangen vertegenwoordigen. Dus die moeten dat kunnen snappen. Ik vind het ook wel jammer dat natuurlijk het perspectief, kijk, wat is de EU? De EU is de verzoening van Duitsland en Frankrijk. En ja, die hebben tussen 1870 en 1944 hebben die op gruwelijke wijze oorlog met elkaar gevoerd. En dat is niet meer zo, dat is helemaal niet meer aan de orde. Maar daaruit is uiteindelijk het Europese project ontstaan. En ik vind wel dat we daar nogal vrij lichtzinnig mee omgaan. En met die vrede bedoelt u? Ja, met die vrede en überhaupt met het naar elkaar toe groeiende Europa. Ja. En dat kleingeestige egoïsme wat natuurlijk deels die kritiek verklaart. En natuurlijk de angsten, het zijn ook wel angsten, dat zie ik ook wel.